Er zijn ook mensen die 10 keer per jaar ayahuasca doen. Dan denk ik, ja, maar dan integreer je gewoon niet. Dan is het voor jou een soort van nieuwe hype geworden. Van sensatie zoeken. Opnieuw weer die hoogte in. Het is heel intens natuurlijk. Het is niet dat je dat elke dag kan doen. Dan kan je systeem gewoon niet aan. Elke dag ayahuasca. Maar het kan wel een escape zijn om deze realiteit te ontvluchten. Dus ik geloof ook wel dat het een beetje een hype geworden is. En voor heel veel mensen misschien niet eens het meest ideale is om te gaan doen. Omdat ze emotioneel zo onstabiel zijn, psychologisch onstabiel, geen tijd nemen voor integratie, een ayahuasca-sessie doen op een vrijdag en op maandag weer op kantoor zitten. Denk je van ja, maar dan gun je jezelf ook niet het beste. Hoe kun je verwachten dat je hier een life-changing, diepgaande ervaring, het wordt wel eens vergeleken met 10 jaar psychotherapie, dus de echte therapievorm, maar als jij niet integreert van, hey, wat is er gebeurd? Wat heeft dit voor mezelf betekend? Hoe kan ik de dingen anders gaan doen dan dat ik ze voorheen deed? Ja, dan is het een leuke ervaring, maar daar blijft het ook bij. Dus ik denk dat het een hele handige tool is, maar dat er ook een gevaar in kan zitten dat ayahuasca een soort van escape is om ergens te zijn, daar. En omdat dit hier en nu niet geaccepteerd kan of wil worden.